Je kan ook heel gemakkelijk lesfiches gaan delen met een collega. Dat kan handig zijn als je parallel staat bijvoorbeeld. Hoe ga je dat nu doen? Je gaat naar de module Mijn lesfiches en dan ga je zien dat onder het groene plusje eigenlijk een handje staat met samenwerken en delen. Als je hierop klikt, dan zie je dat er een schoolbibliotheek is. Nu momenteel is daar nog niks gedeeld, maar jij gaat eigenlijk je eigen deelprofiel willen aanmaken en dat doe je door op het groene plusje te klikken. Dan kom je hier terecht, dan kan je onmiddellijk een naam geven aan jouw deelprofiel en dan kan je ook gaan kiezen met wie je dat wilt delen. Ik ga bijvoorbeeld met Yves mijn lesfiches delen. Ik ga even zijn naam selecteren. Je kan ook meerdere mensen selecteren. En dan hieronder kan je eigenlijk zeggen wat je wilt delen. Wil je al jouw lesfiches delen of wil je een specifieke inhoud gaan delen? Dan kan het zijn dat je gaat filteren op labels. Ik wil alleen mijn lessen delen die over het budget gaan. Je kan ook zeggen: ik wil gewoon alleen mijn lessen delen die. Rond economie draaien en niet die van godsdienst. Of je kan ook zeggen: ik wil mijn examens delen, mijn huistaken delen, materiaal delen enzovoort. Je vult dat allemaal mooi in. Je klikt op opslaan en dan zullen de lesfiches zichtbaar zijn in de module Mijn lesfiches bij IV.